gaan vandaag weer een heerlijk, maar oh zo simpel gerechtje maken voor August TV. Een heerlijke salade met een crème van ganzenlever, spekjes en een gepocheerd eitje. En dat klinkt heel simpel, maar juist die simpele dingen kunnen ongelooflijk lekker zijn. Maar waar begint een lekkere salade mee? Is met een lekkere dressing. En maak die dressing nou gewoon lekker zelf. En ga nou eens niet naar de supermarkt zo'n zoete fles halen die eigenlijk veel te veel suiker in zit. Want een salade heeft zuur nodig. Maar wel een mooie balans tussen zoet en zuur. Dus je mag best een beetje honing gebruiken. Ook een beetje gembersiroop. Maar geen suiker. Lekker zuur. Nou, we beginnen met een klein beetje mosterd in het bekken. Ongeveer 2 schepjes. Theelepeltjes. Daar doen we wat azijn bij. Nou, kan verschillende soorten azijn zijn. Frambozenazijn, rode wijnazijn, balsamicoazijn. Ik gebruik eigenlijk een mooie witte wijnazijn. Mooi scheutje erbij. En eigenlijk is dit al de basis van de dressing. Dit roer ik door elkaar heen. En als je die mosterd en azijn gaat mengen, voel je wel een beetje door je neusgaten dat het gaat werken. Die zuren gaan werken. Nou, ik vind het heel belangrijk om een beetje yin-yang te gaan werken. Dus dat zuurtje moet ook een klein zoetje hebben. Doe een klein beetje gembersiroop erbij. Niet te veel. Dan roer ik het weer even door. En dan proef ik hem al even. Dus ik die mosterd, azijn en dat zoetje wil ik al proeven. En dan moet je even dit krijgen. Dat je die mosterd en dat je even zo... Nou, even. Nog een klein trucje. Als je nou niet wil dat die bekken gaat bewegen, dan doe je hem even op een doekje. Maar dan heel langzaam druppel je de olie erbij. Hij moet het mooi opnemen, het is niet te lang. Het is ook heel belangrijk dat dit allemaal op de juiste temperatuur is. Want als bijvoorbeeld je azijn of je olie te koud is, dan gaat hij schiften en dan bindt hij niet. Het is belangrijk dat alles mooi op kamertemperatuur is, zodat hij mooi die binding krijgt. En eigenlijk als je hier een dooitje bij doet en dan je olie, maak je eigen mayonaise. Hoe mooi is dat? Nou kijk, je ziet al, prachtig, dat hij bindt. Je krijgt een hele mooie, lobbige massa. Proef hem even af. Heerlijk. Een klein beetje zout erbij. Een klein beetje peper. Nou, die dressing is klaar. Nu heb ik een hele lekkere frisée gedaan. Met wat mosterdblad en wat bronsvenkel en wat bloemetjes. Maar je kan natuurlijk... We hebben heerlijke Hollandse klopsla. We hebben heerlijke ijsbergsla. Er zijn zoveel mooie salades. Maar als je dan een salade maakt thuis, ga dan niet weer voor dat voorverpakte zakje in de supermarkt. Maar haal bij de groenteboer mooie kropjes sla en ga daar wat van maken. Spekje komt erin. Nou, daar snij ik een mooie plak van af. Daar heb ik blokjes van. Nu ga ik lekker langzaam uitbakken. Ook weer niet de hoge temperatuur. Hou de temperatuur onder controle, zodat ze niet verbranden. En als het eenmaal bakt, gaat het in het eigen vet heel langzaam mooi krokant worden. Dat je nog een beetje dat vettige proeft door je salade heen. Nou, dat is klaar. Ik ga eerst een leuk trucje laten zien van hoe je een heel mooi zacht eitje kan maken. Wat hebben we daarvoor nodig? Een kokotje. Of een kopje, een espresso kopje. Plastic folie. Maar dan wel de plakfolie. Maak er een vierkantje van. Klein beetje olie. Dat smeer ik. Dan stop ik dit zo in het kokotje. Een eitje. Mooi scharreleitje. Die wil ik heel houden, dus voorzichtig gaat hij. Ik doe hier dan een heel klein beetje zout en een klein beetje peper. Het eitje zit erin. Die pak ik op. Dan haal ik de lucht een beetje uit. En dan ga ik hem strak rollen. Kijk. Vouw ik hem dicht met een touwtje. En ik heb een heel mooi kokotje
eigenlijk een zakje met een eitje erin. En deze ga ik stomen in een stoompannetje. Die stoomt en dan 5 minuutjes. Eigenlijk zijn we al toegekomen aan het afmaken van het gerecht. Spekjes mooi zachtjes uitgebakken, mooi gezouten spek. Eitje is klaar, 5 minuutjes zijn om. Dan gaan we het bordje opmaken. Een mooie diepe kom voor een salade. Dan heb ik hier de crème. Een hele mooie mousse van biologische ganzenlever. Die doe ik onder op het bord. Even met een lepel een beetje vlak snijden. Dan de sla. Een beetje dressing. Frisé sla. Lekker doormengen. Maak een mooi bolletje van. Met frisé kun je dat mooi vormen. In het midden van het bord. Dan de spekjes. Lekker ruim. Over die salade heen. Mijn eitje. Nou, voorzichtig. Ga ik die loshalen. Ah, hij is fantastisch geworden. Kijk. Je ziet gewoon die dooien nog zo lekker los erin. Ziet er heel lekker uit. Het eitje doe ik eigenlijk bovenop de salade. Dus als je hem straks gaat eten en je snijdt hem open, dat het eigeel lekker door die salade heen gaat. Nou, ik ga het wat aftoppen. Beetje bronsvenkel eroverheen. Heeft een beetje mooi die anijssmaak aan je salade. Mooi bloemetje erop. Kijk, niet te veel. Mosterdblad voor een beetje pit. Niet te veel ingrediënten. Heel simpel. Iets wat je op woensdagmiddag gewoon kan klaarmaken. En kijk eens. Wat een heerlijke frisée salade met spekjes. Gepocheerd eitje. En een crème van ganzenlever. Biologisch. Eet smakelijk.